Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Op deze satellietfoto van ongeveer half zeven vanochtend kunnen we zien dat bewolking op dit moment nog overheerst. Uit de bewolking valt in de ochtenduren ook nog wat regen of motregen, vooral in het noorden en oosten van het land. Geleidelijk aan trekt de neerslag weg en dan wordt het op de meeste plaatsen droog. Waarschijnlijk komt de zon er niet of nauwelijks bij. Verder waait het nog steeds stevig uit zuidwestelijke richting en zee krachtig of hard, windkracht 6 of 7. Het wordt vandaag 13 tot plaatselijk 15 graden en daarmee kan het wel weer eens recordzacht zijn. Vanavond overwegend bewolkt en later op de avond vanuit het westen ook opnieuw weer regen. Morgen vroeg dan trekt die regen vrij vlot weg en dan gaat vanuit het westen het behoorlijk opklaren. De zon gaat geregeld schijnen in de middag en dan is het een graad of 12, nog steeds waait het wel een vrij stevige zuidwestenwind. Op donderdag overheerst de bewolking weer en zijn de perioden met regen. Zeker later op de dag gaat het ook nog stevig waaien. Het wordt een graad of 11. Maar tijdens de kerstdagen hebben we afwisselend zon en wolken, vooral op vrijdag wat meer zon, op zaterdag meer wolken en kans op een bui. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl